Hey, ik heb vandaag voor jullie een shoplog. Ik ben eergisteren gaan shoppen in Maastricht. Ik had het filmpje gisteren al opgenomen, maar er is iets fout gegaan met mijn bestanden. Ik moest mijn schijf formateren, dus neem ik het vandaag opnieuw op. Het is de allereerste keer dat ik een praatfilmpje maak en ook de eerste keer dat ik dus een shoplog doe. En het is wel heel spannend, maar ik ga echt mijn best doen. Oh, het is echt ongelooflijk warm vandaag. Het is 33 graden. Niet te doen. Oké, eerst en vooral ben ik naar de Ethos geweest. En het eerste wat ik had gezien toen ik binnenkwam, is dat de reinigingsdoekjes afgeprijsd waren. Die waren nog maar 1 euro. En ik was zo snel dat ik niet had gezien dat dit voor de verouderde huid was. Dus nu heb ik reinigingsdoekjes voor de oudere huid. Maar ik denk niet dat ze anders zijn dan gewone. Ik weet het niet. Ze zullen wel even goed de make-up eraf halen. Dus die was 1 euro. Dan heb ik de Evian spray opnieuw gehaald. Ik heb deze al gehad, maar hij was op. En dit is zo'n fijn product. En zeker met deze warmte. Oh. En als je graag meer wilt weten over dit product, ik heb hier een artikel over geschreven op review.nl. Ik zal hier een linkje plaatsen. En ik schrijf nog meer reviews, vooral over beauty, en die kun je daar ook op terugvinden. Dan heb ik nog glycerine gekocht bij de Ethos. Ik ga zelfs op het einde van het filmpje uitleggen wat ik hiermee wil doen. Ik moet eerst nog een paar andere dingen laten zien. Maar ja, hier staat het hydrateert en maakt de huid soepel, maar ik ga het dus niet voor de huid gebruiken. Maar dat zal ik zelfs laten zien. En dan nog... een blusje! En dit is dus oranje, de kleur van Holland. Want ik ben misschien wel een Belg, maar ik hou echt heel veel van Holland. En dit blouseje was bij de Ethos, die was afgeprijsd. Die was nog maar 3 euro. En die heeft hier dan de kleuren van de Hollandse vlag. En dat vond ik al heel leuk. Verder ben ik naar de New Yorker geweest. Daar heb ik deze schoenen gekocht. Het zijn gewone zwarte ballerina's. Als je afvraagt, wow, zij heeft grote voeten. Ja, ik heb maat 42. Ik kan er ook niks aan doen. Ik vind het heel moeilijk schoenen. Dus zo van die basics, ja, kan ik het makkelijkste vinden. En deze waren 10 euro. Dan heb ik ook nog dit blouseje gekocht met een vlinder op. En dat is zo een blouseje met hier bloot. En dan hier is het een t-shirt. Dus dat is zo schuin blouseje. En het is gewoon een vlinder met zwarte stof en het is redelijk dun. Dus ik vind het wel fijn om te dragen als ik op stap ga. Of gewoon als het zo van dit weer is. Deze was €12,95. Dan ben ik naar de Lush geweest. Yay. Oh, ik hou echt van de Lush. En wat heb ik gehaald? Eerst en vooral deze, de Woosh Shower Jelly. Ik heb deze ook al gehad, ik heb ze nu opnieuw gekocht. De eerste keer heb ik deze gel gewoon gebruikt om mee te wassen met zo'n puff. Maar ik heb ook een paar keer gelezen dat je deze in de diepvries kunt zetten. En als het dan zo heel warm weer is, dan kun je daar mee wassen. Dat is een soort van ijsblok waar je mee kunt wassen en dat is dan lekker verfrissend. Dus deze wil ik daarvoor gebruiken. En dit is dan 100 gram, maar je hebt ook een grotere versie. Maar deze kost €5,95. En hij ruikt echt ongelooflijk. Mmm, lekker! Dan heb ik de Lush ook zeep gekocht. Deze is Bohemian, of Bohemian, Bohemian. Maakt niet uit. En deze is een licht citroengeur. Dus niet overdreven citroen, maar wel lekker fris. En het is een lichte zeep met soort van stukjes in. En ja, deze is wel lekker. En even kijken. Dit is 122 gram voor €6,41. Dan ben ik nog bij de Vibra geweest. Normaal kom ik niet vaak in de Vibra. Maar nu heb ik toch wel veel gekocht.
Eerst en vooral maskertjes, want die waren afgeprijsd, allemaal 1 euro. Deze is een van Dr. Van der Hoogt met persik. Verzachtend en vochtregulerend masker. Voor 1 euro dus. Nog een masker van Dr. Van der Hoogt met zeealgen. En hydrateert en zuivert de huid, ook 1 euro. Dan heb ik een bruisbal gekocht met de geur jasmijn. En deze was 90 cent. Dan nog een blokje zeep. Dit is 100 gram. En het is met passievrucht. En dit was 50 cent. Dan deze parfumolie. Deze was 1 euro in de geur oceaan. Oceaangeur. Ik weet niet wat ik daarmee moet bij voorstellen. Maar ik heb een bakje op mijn kamer met een beetje water in. En daar wil ik hier een paar druppels van in doen, zodat mijn kamer lekker ruikt. Het ruikt zo naar badschuim. Badschuim, vind ik. Niet slecht, er lekker fris. Dan nog meer geur. Dit zijn zo van die geurstokjes. En dit is in de geur mango en mandarijn. Deze was ook 1 euro voor op mijn kamer te zetten. Ruikt lekker. Allee, dat hoop ik toch. Dan nog ballonnen. Oranje. We hebben binnenkort hier een feestje en dan gaan we een beetje plezieren. En dan iets wat ik helemaal niet verwacht had, maar poriestrips in de Vibra. Ik wist niet dat ze dat daar verkochten, maar ze lagen er dus. Ze lagen er dus. Verwijdert mee-eters en reinigt de poriën voor alle huidtypes. Deze was ook 1 euro, dus dat vind ik heel fijn. En dan heb ik een dekbedset gekocht. En ziet er zo uit. Ja, die stelt waarschijnlijk niet scherp. Maar heeft hier oranje met tulpen. En het ziet er wel heel leuk uit. Vond die wel speciaal. En dan ook een matrasovertrek. Gewoon een blauwe. En die was 10 euro. Dus die. Dan ben ik in de schoenenreus geweest. En daar heb ik deze sandaaltjes gekocht. Gewone zwarte. Ze hebben zo'n fijne pareltjes of steentjes erop. En dat is heel leuk voor nu in de zomer aan te doen. Deze was ook 50% korting. Dus die ging van 25 euro naar 12,50 euro. Dus deze. En in de schoenenreus heb ik ook een handtas gekocht. Ik zocht al lang ene voor zo aan mijn schouder te hangen, schuin. Want ik had ene die je zo moest houden. En ik vond dat niet aangenaam om mee te gaan winkelen of zo. Dus deze. Er hangen zo van die vloesjes aan. En er gaat heel veel in. Echt groot. En deze was 25 euro. Als laatste heb ik dit gekocht bij de Hema. Deze was 2,95 euro. En wat mijn bedoeling hiervan is. Ik wilde zelf zeep gaan maken. En daarvoor heb ik dus ook die glycerine nodig. Ik heb een do-it-yourself filmpje gezien. Hoe je van blokzeep vloeibare zeep kan maken. En daarvoor heb ik dit nodig. Dus ik ga dat eens proberen. En dan de zeep die ik maak, die komt dan hierin. En dat is dan makkelijk voor in de douche te zetten. Of zelf aan de wasbak om je handen te wassen. En ik ga dat proberen. Of het lukt, dat weet ik niet. Maar ja, je moet het eerst proberen voordat je het weet. Hè. Ja, dat kunnen we, ja, we proberen. Hè. En dat was het. Ik heb alles laten zien. Als jullie ergens vragen over hebben, dan mogen jullie die gerust stellen. Ik zou het heel fijn vinden moest je een groen duimpje doen. Ik zou het nog fijner vinden moest je een reactie achterlaten. Maar het allerfijnste zou ik vinden dat je hierboven op mij abonneert. En ik heb proberen meer filmpjes te maken. Dus als je dit leuk vond, dan wil ik dat graag voor jullie doen. Als jullie misschien ook ideeën hebben voor filmpjes, dan mag je dat gerust laten weten. Of als je verbeteringen of zo wilt zien. Geen haatreacties, maar opmerkingen mag zeker. Dan kan ik daar de volgende keer op letten. Kijk ook even op review.nl. Ik schrijf hier reviews van beautyproducten. Dus de meeste dingen die ik gekocht heb van beauty, die zal ik daar wel op reviewen. Ik heb ook een YouTube kanaal met mijn broer. Die noemt Vlekkie en Jwerry. En we proberen samen ook leuke filmpjes te maken. Dus als je wil, kan je hier eens een kijkje opnemen en abonneren misschien. Dank u.
En dat was het. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot snel. Doei! Doe een reactie, doe een reactie, doe een reactie. En een groen duimpje. Wat word je daar een jodelaar bij Heidi in Tirol? Oei.